era. Goedemiddag, ik hoef niet meer te vloggen, maar ideetjes schiet in mijn hoofd. Binnenkwam, dacht ik misschien heel leuk zijn naar Pop Marie toe te gaan, naar Periscope, naar Noordorp, met mijn ouders. En mijn ouders wil heel graag die kijken, omdat mijn moeder is zo fan van Pop Marie, vindt mijn ouders dol op Pop Marie. En ik klap beetje van, dus ik ken wel Pop Marie wel. Maar ik vind die liedje wel leuk. Could you be loved? Is ook heerlijk nummer. Echt waar. Could you be loved? Als je op de vinger mag, ga ik even op een negatief naar chat. Zo, kijk eens aan. Ik heb allemaal klaar met omkleden, tanden gepoest en mijn haar gedaan. Zelfstandig. Dus ik vind iedereen te gek om te horen. Maar ik heb wel gevonden via mijn telefoon van ofwel Pop Marley toen hij geboren is. Hij is geboren in 1975. Toen met 1981. 1981 was hij echt zo jong overleden van 36. Hier staat in mei 1981 besloot dat hij terug te vliegen naar Jamaica. Om daar te sterven, maar kwam niet verder dan Miami, waar hij op 11 mei 1981 overleed. Hij stierf in de Tadros of Libanon ziekenhuis in Miami, dat hij overleden is. Ik was benieuwd dat hij overleden is. Kan ik opzoeken? Stiefdatum? Stiefdatum is 11 mei natuurlijk, 1981. Ja, het is echt zo jong dat hij overleden is. We hebben ook familie, vrouw, natuurlijk, alles. Wat voor kanker had. Oh ja, Pop Marley heeft kanker gehad. Helaas voor Pop en zijn familie. Wilde de wond maar niet genezen. Later werd echt anoniem bij was gelegd. Op 36-jarige leeftijd overlijdt. Het is ingegaan. Van verdraagzaamheid en werd vent aanganger van een gastavarie aan de volgen van huidkanker, net als Michael Jackson. Wanneer heeft Pop Marley neergeschoten? In december 1976, een paar dagen voor het concert, werd Marley op zijn huis neergeschoten. Nou, jammer joh. Het is echt jammer dat iedereen Pop Marley overleden is. Kijk, over een jaar, 36 jaar over leeftijd heb ik al verteld tegen je. Ja, dit is het verhaal van dit moment. We zijn er van deze film. Pop Marley, my love. Oeh. Is dat een mooie goede poster? Het staat heel leuk uit. Misschien lukt het om foto's te maken. Misschien lukt het voor mijn boos voor dit. Pop Marley, my love. En liefde. Kijk, dit is het. Nee, zeker heerlijk. Deze plekje hebben we gekramen. Kijk maar even, samen nu meteen doe je dat gewoon Pop Marley. Voilà, en liefde. There's a war going on. Ik wil zo graag van de film van Pop Marley. Pop Marley is echt heel lekker. Mijn ouders denken dat ik
geslapen en ik val bijna diep in slaap. Daar in mijn luxe stoelen. Dat is een heerlijke filmpje van die film. Van Bob Marley. Kijk, de dag is ook van Kim Ann, Sophia. 5 en 6 uur. Dus heb ik gekeken. Voilà. Verzellig in Zoetermeer mag mijn moeder veel te graag naar mijn oma naartoe. Omdat ik echt niet meer ga filmen bij oma. Ik wil graag even privacy doen voor oma. Dus wat blijft er weg. Zo. Even chill vandaag. Ik moet wel gelijk even editen. Wat is een vlog? Dus vandaag wel. Omdat moet ik misschien morgen misschien doorgaat. Ik ben Joost. In de woning. Dus het ook misschien leuk zijn dat ik ook morgen ga vloggen. Misschien zo leuk zijn. Leuk zijn om een dagelijkse vlog te maken. Vanuit de leven van mij. Dus ik moet deze vlog beëindigen. Om ook gelijk even abonneren. Link net in het plattopje geven. En ik mag zien jullie morgen. Dus tot later.